Nou, waarom ik voor HTD heb gekozen binnen Human Resource Management in plaats van de HRBM kant, is toch omdat het sociale aspect mij veel meer aanspreekt dan de beleidsmatige kant waar HRBM meer voor opleidt. En dat verschil is toch wel duidelijk tussen beide richtingen. En omdat ik met mensen werken meer voorkeur geef dan met beleid werken, heb ik voor HTD gekozen. Mijn contacten met de toekomstige werkomgeving zijn goed. Ik heb wel gemerkt dat de opleidingen HRM en ook HTD veel mogelijkheden bieden om contact te maken met het werkveld. En dat kan bijvoorbeeld door stages zijn of door praktijkopdrachten. Als ik nu kijk naar mijn stage en welke dingen ik daar doe en als je dan kijkt naar de vakken die ik heb gehad, dan zijn het voornamelijk wel gespreksvoering die ik daarin terug zie. Een stukje loopbaanbegeleiding, het coachen, dus het motiverende gespreksvoering ook wel. Maar ook sociale zekerheid komt erin terug, arbeidsrecht. Binnen de opleiding, de vakken die we krijgen, hebben we wel raakvlakken met andere opleidingen. Zo krijgen we bijvoorbeeld communicatievakken en dan heeft natuurlijk met de communicatieopleiding veel raakvlakken. Maar ook onderzoeksvakken en psychologie. Toegepaste psychologie heeft ook veel raakvlakken met dit werkveld. Hoe ik de begeleiding tijdens mijn studie heb ervaren, over het algemeen goed. Dus ze zetten zich voor jou in. Dat vind ik wel erg fijn. Nou, in mijn werkveld werk ik natuurlijk met verschillende disciplines samen. En dat is eigenlijk heel erg breed. Want je gaat kijken van met wie zit je in gesprek en wat is de problematiek daarachter. Maar het kan zijn dat je contact hebt met schuldhulpverleners. Op het moment dat je merkt van goh, iemand heeft flinke schulden. En dat belemmert echt ook iemand om daadwerkelijk weer aan het werk te gaan. Maatschappelijk werk. Op het moment dat je merkt van iemand zit psychisch echt flinke klachten. Waardoor dat ook belemmerd wordt richting werk. Dan ga je contacten leggen met maatschappelijk werk. Of in ieder geval die wegen bewandelen om iemand daar te krijgen wat nodig is. Maar het kan ook zijn dat je de thuissituatie erbij betrekt. Dat je eens een keer in gesprek gaat met man, kinderen om te kijken van nou, hoe kunnen we zorgen dat jullie vader of moeder in ieder geval op de been blijft. Bijvoorbeeld helpen in het huishouden, kleine dingen doen.